En Noorderling voor mij is echt die saamhorigheid en die liefde voor de bewoners. En het samen willen strijden, het samen willen winnen, het samen willen neerzetten. Creativiteit, de sociale partijen, iedereen is één. Ik kwam dus 10 jaar geleden in Amsterdam-Noord wonen met mijn oudste zoon. In eerste instantie op Meidoornplein. Zat ik in een uitkeringssituatie, wist eigenlijk niet goed wat ik wilde. Ik kwam er gaandeweg ook achter dat ik best wel veel schulden had. Dus uiteindelijk ben ik in de schuldsanering terechtgekomen. Wel gestart met een traineebaan om mijn carrière op te zetten in de uitzendbranche. Daarnaast ook gelopen bij de voedselbank met mijn oudste zoon. Na 3 jaar konden we daar gelukkig uit. En had ik ook inmiddels een redelijke carrière opgebouwd en ervaring opgedaan. Waardoor ik nu inmiddels 3 jaar geleden voor mezelf gestart ben. En nu help ik anderen in de wijk en in de buurt, voornamelijk de Van der Pekbuurt, met het solliciteren en werk zoeken. Voornamelijk mensen met afstand door de arbeidsmarkt, moeders en statushouders. Het belangrijkste is dat ik terug kan geven wat ik zelf heb ontvangen. Dus dat ik mensen gewoon kan begeleiden en die steun kan bieden die ze nodig hebben. Maar vooral ook het luisterende oor en geduld. In Amsterdam-Noord heb je gewoon heel veel diverse culturen die samenleven, waardoor je heel snel ook de verbinding voelt. Dus op het moment dat je dan hier in Noord komt, waar iedereen gewoon open voor je staat en je wil helpen of weten hoe het met je gaat, ja, dan voel je in één keer die liefde. En dat is denk ik het eerste gevoel wat ik heb gehad, is dat je wordt hier in de harten van de mens gesloten. Mensen die voor je klaarstaan, praatje maken, maar ook vooral een simpele begroeting al op straat. Van, hey, hoe gaat het? En even gedag zeggen. Nieuwe mensen die hierheen komen, op het moment dat zij ervoor kiezen van, hey, ik wil in Noord gaan wonen, omdat ik kies voor die diversiteit en ik kies voor die openheid, dan ben je hier op je plek. En dan vind je ook die verbinding en zal je dat gevoel ook heel snel ervaren. Kom je hier omdat er woningnood is en je bent verplicht hier om in Noord te belanden, maar je hebt een hele andere mentaliteit of je staat niet voor saamhorigheid, zul je het niet heel ver redden in Noord. Dus je kan er wonen, maar misschien niet met heel veel plezier of in ieder geval niet met die betrokkenheid. Juppen komen naar Noord, ja. Maar als zij willen, als zij daarvoor kiezen, dan is dat goed, dan is dat oké. Die zullen ook meegaan in de flow die Amsterdam-Noord brengt, of Van der Pekbuurt brengt. En het is ook mooi om te zien gewoon dat veel meer mensen weer nu naar Noord trekken, in plaats van dat Noord is gestoord en het hoort niet bij Amsterdam. Ik heb me hier in Noord eigenlijk gelijk welkom gevoeld. Mijn thuis is het geworden. Een van mijn beste vriendinnen die zit hier in Noord. Hier is Spin de speeltuin. Heerlijk om bij elkaar te kunnen komen met andere ouders en mensen uit de buurt. Er zijn genoeg mensen waar we nog een band mee hebben, zeker. En die zal ook nooit verdwijnen. Hier heb ik dus gewoond vanaf mijn 3e jaar. Ja. Dus hier heeft zich heel wat afgespeeld. Heel wat afgespeeld. Ja. Ons balkon was daar. En dan ging ik s'avonds, ja, was ik natuurlijk al wel wat groter, een jaar of 14, 15. En dan ging ik daar staan s'avonds. En dan ging ik kijken of Henny ook op het balkon stond. Maar dan floot ik en daar was hem zijn balkon. Dus gingen we afspreken dat we op straat kwamen. Dus dat was hartstikke leuk, want we woonden eigenlijk wel dicht bij elkaar. He? Allemaal. Dus dat was ons balkon. En mijn vriendje zat daar op het balkon. Nou... Kleine 70 meter van elkaar af, hè? Meer zal het niet wezen. Nee, heel dichtbij. Als ik op het balkon stond, dan stond jij ook op het balkon. En dan zwaaiden we naar elkaar. Ik gaf wel een knipoog, maar dat zag ze nooit.
Ja. Ja, maar dat hebben niet lang geduurd, hè? Nee, dat was niet. En toen kregen we verkeringen. En toen kregen we een beetje scharrel. Nou ja, verkering. Je was altijd wel mijn vriendje. Ja, maar ja. Hij moest naar dienst. Ik zat in militaire dienst, ja. En toen ben ik hem een beetje kwijtgeraakt. Ja. Oh, dienstfoto's. Hier. Ja. Alsjeblieft. Dat is op school. Dat is op school. Ja, ik heb hem op school gezeten ook. Ik ben geboren een zijstraatje van de Nieuwe Dijk. Dat is de Sint-Nicolaasstraat. En in 1943 zijn wij naar de Bremstraat verhuisd. Ik was 3 jaar dat ik in de Bremstraat kwam te wonen. Er waren geen auto's, dus dat was hartstikke fijn. Altijd spelen op de Disselweg, in het Disseldorp. Cowboytjes spelen in de laantjes, dus dat was hartstikke fijn. We konden op straat spelen. Kijk, in de stad kwam je haast niet buiten. In de Steeg, in de Sint-Nicolaasstraat. Ik ben geboren in 1939. Ik ben nu 83 jaar oud. We komen vanuit de Plansierstraat. Dat is bij het Hamerplein. En we zijn naar Noord gekomen omdat mijn vader bij de ADM werkte. En die was scheepstimmerman. En die hadden ze hard nodig daar. Ik was 3 jaar. Mijn vader werkte bij het hoofdpostkantoor bij de PTT. Dus dat was wel... En mijn moeder was gewoon huisvrouw. Nee, en mijn vader die werkte daar bij de ADM. Dus die moest anders andere met het pontje mee. Dus toen gingen we naar Noord toe. En toen hoefde hij niet meer met het pontje mee. En dan kon hij zo lopen naar zijn werk toe. Want het was hier op de Meeuwelaan. Daar had je allemaal die scheepswerven. Je had daar de ADM, Verschuren, en Ketje. Alle bedrijven had je daar. Kijk, als kind zijnde was ik dus 3 jaar dat wij hier kwamen te wonen. En toen was net de bommende band geweest. Nou, dit was gebombardeerd en ook op het hoekje waar nu de dokter zit, dat was allemaal weg. En een heel stuk van de Volenwijken speeltuin was weg. Er stond alleen nog maar een zandbak. En daar speelden wij ook altijd in. Maar waar wij woonden was vooraan, op 51, bij de Distelweg. Kijk, daar was ook gebombardeerd. En daar speelden we ook altijd tussen die rommel en die keien. We hadden Fokker, was er, en die hadden ze helemaal camouflage gemaakt, die Duitsers. En dat wouden ze bombarderen. De geallieerden hebben dat gedaan. Ze misten overal, de Adelaarsweg en de Bremstraat, van de Pekstraat. Ja, de Oleanderstraat. Ze ging naar Chemin, want Ali was jarig. Mijn nichtje was jarig. En toen kwam ze terug. Maar ja, toen mocht ze niet meer bij haar huis. Want het was helemaal afgezet. En die kinderen lagen er wel onder. Ja. Die bom was gevallen. En die was in de Oleanderstraat op hun huis gevallen. Maar we zouden op verjaardags gaan. Maar ja, we mochten er niet bij. En toen kreeg mijn, hoe heet het, mijn tante en mijn oom, die kregen om de hoek, op de Renonkelkade, kregen ze weer een nieuwe woning. En als ze dan steeds, middel op de jaren, de was op ging hangen, keek ze steeds op die plek. Dat vond ik ook zo bizar. Tijdens de oorlog binnen mij verhuisd, dat was in 1944, naar de Lupineplein toe. Nou, toen lag het allemaal al in elkaar, wat ik me kan herinneren. Ik weet wel dat mijn vader zijn broer al liep, weet je, in de oorlog, dat weet ik nog wel. En die is toen ook nog getroffen op het Mosveld.
bij het Waarheidgebouw. Je had je de Waarheid, weet je, van de CPN. En daar was een bom gevallen bij de Lavendelschool. En die liep dan, die kwam van zijn werk af en die werd ook getroffen. Nou, hier woonde mijn vriendje. Waar we altijd mee speelden, allemaal. Want hier speelden allemaal jongelui op het plein. Ja, je speelde op straat, je was aan het hoepelen, want dat was vroeger met een hoepeltje spelen, weet je, hè? En met joker spelen, weet je, en met de zusjes spelen, dus voetballen qua jongensstreken ging je uithalen, weet je, hè? We hebben het zo'n fijne jeugd gehad. We fietsten van, als we vrij van school waren, zaterdags of vrijdags, fietsten van boven, want je mocht vroeger geen fiets buiten zetten. Dus mijn vader moest iedere keer alle fietsen naar boven. En dan hup, naar Bakkum op de fiets. En dat vonden we heerlijk. Ja, zo fijn gehad in Bakkum. Bakkum. Wat is de verkering in Bakkum? Wie? Hey. Oh, mijn vader en mijn moeder. Goh. Dat was in 1938. Nee, kijk even naar die knappe foto van mij. Ja, maar je was ook knap. Nu ben je op de kermis. Hij was wel echt een jongen, weet je. Altijd met stokken en ja, met vroeger. Die jongens uit het Disseldorp. En wij waren toch wel, ja, we kwamen van een nonnenschool, weet je. We mochten nooit eigenlijk met... Van school nooit met jongens omgaan, weet je. Maar we, op straat wel. Mijn moeder keek nergens naar om. Want we mochten alles, echt. Maar ja, we zochten elkaar wel al weer op. Ja, nou. Nou, toen was ik 24, hè. En, ja, dus, ja. Nou, en toen gingen we trouwen. Nee, toen kwam je aan de deur. En toen zei je, wil je met me naar de... Gaan we wat drinken, Leidseplein? Of ik ging naar de film? Ja, zou kunnen, ja. Toen zijn we weer aan elkaar gekomen. 23 was ik dat trouwde, ja. Dus, nou. En we zijn er nog. 58 jaar, hè? 58 jaar, ja. Ja. Hier, 1941. Hier heb je de Distelweg. Herman, zie je? Alle buurmeisjes van Disseldorp. Nou, die perkjes die hebben wij nog geen. Ja, al die perkjes. Hier heb je Herman, die nou overleden is. Marta. Ja. Zie je? Houten huis hiernaast is weg. Dat is heel lang braak geweest. Nu sinds kort zijn natuurlijk de bomen weg en het is niet meer braak. Het was een hartstikke mooi stukje groen. De bramen stonden op springen. Maar ja, de vooruitgang. Je houdt het niet meer tegen. Hiernaast 9 appartementen. Dus dat zal wel in de hoogte gaan. Hè? Ik denk dat ik daar toch een stukje verandering in mijn leven ga meemaken. Net als met die hoge torenflats, het verandert hoe je leeft. Ik ben Peter Frans. Ik woon in dit huis 20 jaar, 21. Ik ben geboren in Jakarta. Ik ben Amsterdammer. En ik ben wereldburger. En welkom in mijn verhaal. Dit huis dat hebben wij kunnen bemachtigen in 2000. Ik wilde in Amsterdam blijven wonen, maar wil naar beneden. Toen de tijd was Amsterdam-Noord nog not done. Ofwel, daar ging je niet wonen.
Maar toen zeiden we op een gegeven moment van, dat parkeerprobleem hebben we overal, behalve in Noord. Laten we eens gaan kijken. Toen zagen we dit leeg. En sindsdien wonen we hier. Ik ben 15 jaar lang welzijnswerker geweest. Ik ben een tijdje in de aannemerij bouw geweest. Ik ben eigenlijk in de auto gerold. Restauraties voornamelijk. En toen ben ik hier te gaan wonen en Mondje had een kindercircus. Dus toen was ik ook ineens bij het circus. We hadden een tent. Je kon alleen de tent huren met een voorstelling. En dus maakte Mondje elk jaar een nieuwe voorstelling, clownerie. En daarna mochten de kinderen spelen met dingen en kijken of zij zelf een voorstelling in elkaar konden toveren. En aan het eind van de middag, dan was er een grote show, klap, 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 allemaal ouders in de tent en de kinderen hun kleinste dingetjes laten doen. Toen ze overleed, toen heb ik het 4 jaar nog voortgezet. Maar ja, het werd mij toch, die festivals, het wordt mij te zwaar. Dus toen ben ik nog wel een beetje op straat gaan spelen, zonder tent. Van de Pek bijvoorbeeld. Nou, zowel mijn vader als mijn moeder waren verzamelaars. Kringloopwinkels, oud ijzer is voor mij ook een beetje altijd inspiratie geweest. Die kachels te bouwen, om die beelden te maken. En ja, ik word nog wel eens gevraagd voor, wil je hier komen met je lopend vuurtje? En dan zeg ik, ja, leuk. Het lopend vuurtje, dat is een karretje waar een vuurtje in zit. En daar loop ik mee. En de symboliek voor mij is dat een vuurtje, een kampvuurtje, dat ontlokt vertellingen. Zit ik nou met jou te praten aan mijn lopend vuurtje? En dan ga ik verder, dan ga ik naar het volgende plekje met mijn vuurtje. En dan gaan we vertellen aan elkaar. En dan vertel ik van, nou, ik heb toch daar zo'n leuk verhaal voor. En dan vertel ik dat verhaal door. Dat is lopend vuurtje. Kom maar. Het begon natuurlijk met die Noord-Zuidlijn. Daar moesten elke dag 2 palen de grond in, maar die kwamen er niet zomaar in. Het zijn hele diepe palen. Dat is wel 2,5 maand dat het hele huis trilde. Een hel. Heeft lang geduurd. Dan dat heien van die flat hier. Zo hoog als die flat naar boven is, is hij ook naar beneden. Ik heb wel 4 zomers op rij dat ik in de middag hier niet kan zitten. Ik kan geen gesprek voeren. Mijn katten die zijn een verslag. Dus dan wijk ik uit naar het Noorderpark. Nee, de impact wat heien op een mens heeft. Dan vergist iedereen zich in. En vooral de vergunningverleners. Wel heel speciaal dat ik het mag meemaken in mijn oude huisje, midden in de toekomst te zijn. Dat vind ik wel helemaal heel bijzonder. De tijd gaat vooruit, daar kan ik niks aan doen. Ik golf rustig mee. Ik doe niet al te moeilijk. Tenminste, dat probeer ik dan. Heb je mijn astertjes gezien? Afrik? Ja. Zijn die bloeien? Herfstasters. Herfstasters, midden in de zomer? Ja. Dan moeten we maar eens uitleggen. Ja, ze beginnen nu. Ja, het ziet er goed uit, maar sowieso lekker de taart hier. Ik ben geboren in de oude Lelystraat in de Jordaan. In 1929 zijn mijn ouders gekomen, dus ik was 2 jaar dat ik hier kwam. In de Oleanderstraat, op nummer 13. Mensen die hier zijn komen wonen, kwamen heel veel uit de Jordaan. Want die woonden in krottenhuizen, in kelderwoningen. Geen water, geen wc. Dat waren over het algemeen mensen van
spoorwegen, gemeentereiniging, schippers van de pont. Eigenlijk wat hoger opgeleide arbeiders. Het was echt een arbeidersbuurt. En heel veel mensen die bij de NDSM en het ADM. En er was heel veel industrie hier. We speelden natuurlijk veel op straat, want er waren praktisch nog geen auto's. Ook buren onder elkaar. Ja, was het heel goed. 'S Avonds, ik weet nog dat mijn moeder en de buurvrouw op de rand van de stoep met een touwtje. Gingen we touwtjes springen. Gingen die moeders die gingen draaien en de kinderen. En er kwamen allemaal kinderen op af natuurlijk. Oh, nee, hè. Oh. We hebben bombardementen meegemaakt in de Oleanderstraat. Ik was 12 jaar dat de oorlog uitbrak. 2 huizen naast ons werd geraakt. Een buurjongen en een buurmeisje omgekomen. Dat is heel ingrijpend geweest. En de naastliggende huizen waren allemaal beschadigd. Al kopjes stuk en dat soort. Maar dat buurjongen en buurmeisje zijn omgekomen. Corrie Broekhuizen. En Ali Broekhuizen. Ja. Ja. En de hele buurt was één puinbak overal. Was schade. Ja, dat is een ramp geweest. Er was een bijeenkomst van kinderen in de katholieke kerk. En er zijn ook verschillende kinderen getroffen. Vergeet je nooit meer. Het leeft ook nu ook, de nieuwe oorlog, wat nu gaande is. Dat heeft maakt zo'n diepe indruk op je, omdat je zelf hebt meegemaakt wat het is. Oh ja, ja, ja. Zo was het. De Vollewijk is van 1920 opgericht. Daar ben ik inmiddels 82 jaar lid van. 1943 heb ik mede de handbalafdeling opgericht. Een handbalcommissie in de Vollewijkers. En dat heb ik meer dan 40 jaar gedaan. Het is op zichzelf natuurlijk al heel raar dat ik nog steeds lid ben. Maar dat komt ook. Ik ben in 1960... lid van verdiensten geworden. Nou, ik was toen 40 geloof ik. Dus dat is heel bijzonder. Als vrouw al, want de sportwereld, het was een mannenbolwerk. En daar zat ik als, om het raar te zeggen, als snotneusje, zat ik daarbij. Maar ik heb van de week wel atletiekwedstrijden allemaal gezien. Ah, dat ja. Was in Amerika. Ja, prachtig. Ja, maar dat mag ik graag zien. Dat, ja. Heel, maar ja, dat is mijn sport geweest. Mijn man kwam van Disteldorp, woonde in zo'n noodwoning. Die woningen zijn gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Als een tijdelijke woning voor 40 jaar. En ze staan daar nog. Mijn man was een fijne timmerman. Ik werkte bij de NDSM, ik heb 43 jaar bij de NDSM gewerkt. Die heeft het huis helemaal aangepast. We hebben van de draaideuren hebben we schuifdeuren gemaakt. En op alle mogelijke plekken hebben we kasten gebouwd. Want het is natuurlijk heel klein, heel beperkt. We hebben zoveel geïnvesteerd. We hebben natuurlijk, we hebben zelf douchen. Er zat geen douche in. Dus we hebben, nee, die douches zijn van de jaren 70. En die douches zijn vaak in een hoekje van een kamer gemaakt. Met het gevolg dat ze op een gekke plaats zaten. En veel wateroverlast, veel lekkages en doorslaan van muren. Oh, Koesel. Even bellen, ja. Op een gegeven ogenblik
werd Noord aangewezen als overloopgebied. Veel junken, veel gebruikers. Alles wat uit de stad verbannen werd, werd in Noord. En daar hebben ze spijt van gehad natuurlijk. Want het verarmde. Er gebeurden dingen die we niet gewend waren. En nu is Noord een geliefd woongebied. Nou, dit is het begin van de ellende. Als ik achter kijk naar de hoek, overhoek, die flats die er boven uitsteken, lelijk. Wij woonden dus in de Oleanderstraat. Ik keek er zo schuin naar wat nu het zeilterrein is, maar dat was een stuk weiland. Vooral het uitzicht van de Renonkelkade naar die lelijke bouw, afgrijzelijk. Maar het zal allemaal wel nodig zijn, want mensen moeten wonen. Maar het is niet mooi. Alle verandering is geen verbetering. Maar ik dien het nog wel een poosje uit. Eigenlijk alle jeugdherinneringen heb ik gewoon in deze buurt meegemaakt met al mijn vrienden die hier dus ook woonden. Eerste keer voetballen, fietsen, ook eerste keer vallen, ongeluk krijgen. Eerste keer met een vriendinnetje afgesproken in de grote speeltuin. Dat maakt het voor mij gewoon mijn buurt. Gewoon, ik ken elk straatje, ik ken elk hoekje. Ja, ik kan eigenlijk niks bedenken in mijn leven wat me niet terugbrengt naar deze buurt. Nou, mijn naam is Wendel. Ik ben inmiddels 30. Ik woon al 30 jaar in de Van de Pek. Hier opgroeien was wel leuk. Ik had ook wel vrienden van buiten Amsterdam-Noord. En die vonden Noord altijd een beetje raar. Een dorp hoort er niet bij. Maar voor de mensen die zelf in Noord wonen, die... Ja, het was lekker knus. Iedereen kent elkaar. Ja, dat je eigenlijk echt het gevoel hebt van Noord is gewoon een dorp, buurt, waar iedereen eigenlijk bij elkaar hoort. Bruin, dun, dik, groen, Marokkaans, Surinaams, dat maakt allemaal niet uit. We zijn er voor elkaar en met elkaar. Als ik heel eerlijk ben, vroeger was het... Ja, was het niet zo netjes. Er waren veel daklozen op straat. Er waren best wel wat jongeren die dus met verkeerde dingen bezig waren. En nu is alles wel wat een beetje overzichtelijker, schoner. Je ziet niet meer zoveel daklozen. Het is gewoon een veiligere buurt geworden, vind ik. Met de verandering was het best wel wennen. En ik zag eigenlijk alleen maar, ik noem het bakfietsmensen. Aan de ene kant vond ik de verandering moeilijk en lastig, want ik dacht van ja, dit is onze buurt, dus waarom komen er allemaal nieuwe mensen? Maar nu ik wat ouder en wat verder erin is, denk ik van ja, het is toch wel goed voor Noord. Maar kom bij de kapper toch? Qua verbetering vind ik het eigenlijk nu wel oké. Ja, de huizen mogen wel gerenoveerd worden, maar voor de rest zou ik eigenlijk willen dat alles blijft zoals het is. Ik zie mezelf hier ook weer lekker opgroeien met mijn kinderen. Dat ze dezelfde plekken, dezelfde leuke dingen meemaken die ik heb meegemaakt. Want ik ben toch best wel goed eruit gekomen. Dus ja, zo zie ik dat wel hier voor me hoor. Ik wil eigenlijk nooit uit Noord. Als ik mijn kinderen ook het Noordgevoel kan meegeven, dan is dat heel mooi. Ga
gaan aan de wandel. We hebben er heel veel zin in. Ja, ja. Ik wandel, jij wandelt, wij wandelen. Mijn naam is Joke van Vlijmen en als het even kan trek ik erop uit. Ik denk, ik neem altijd mijn rugzakje mee, een flesje water en een lunchpakketje. Ook een zonnebril en een OV-kaart horen daar natuurlijk bij. Wij wandelen, wij zijn een groepje van 65 plus dames die één keer in de twee weken samen gaan wandelen. Met die waterlelies. Joke, hoe komt het toch dat jij zo goed al die weggetjes hier weet? Oh, nou, dat is in de loop der jaren gegroeid, maar ook dat ik echt alle bomen en alle laantjes bekijk. Ik kijk dan en dan loop ik en denk, oh ja, dat was linksaf bij dat groene boompje. Of rechtsaf bij die kromme. En dan het volgende laantje hebben we een poortje. Dan moeten we die kant op als we daar naartoe willen. Dus steeds maar van laantje naar laantje, van boom naar boom. Of, en dan is het ergens is het groen, het volgende is krom. En ja, dan denk ik, oh ja, bij die boom die zo over de weg hing, daar moeten we onderdoor en rechtsaf. Dus je bedoelt dat je steeds ezelsbruggetjes bedenkt? Ja, ik kijk altijd, denk, oh nee, aan het eind van dit laantje, daar is een bruggetje. Of een eentje verder gaan we dan rechtsaf en dan komen we door een poortje heen. En dan gaan we weer daarheen. Dan gaan we weer naar de weg. Dus ik ga alle kanten op dat ik denk van, oh ja, nee, we gaan die kant op, want we willen daar. We wandelen meestal tussen de 10 en de 15 kilometer in een heel rustig tempo. Kijk, we zijn immers 65 plus. De jongste is 65 en de oudste is 80. Wat boffen we weer naar deze prachtige plek in de duinen van Kassikum. Het blijft altijd interessant om hier te lopen. Mooi, dus Maria heeft onderweg ook iets heel moois gevonden. Maria, wil je even vertellen wat je precies gevonden hebt? Wat ik gevonden heb, een uienbal, lijkt mij. En de zaadjes zie je zitten, en dat vind ik het mooiste eraan. Ik vind het zo mooi. En als het nou uitgedroogd is, dan zie je die zwarte zaadjes zie je allemaal zitten. Oh, dat zijn de zaadjes. Ja, wow. Hij is ook opgedroogd, heel decoratief. Oké. Deze is even lastig. Water. Hoe kom ik daar overheen? Ah, we gaan het meemaken. Ja, gelukt. En weer rustig verder. Hoi. Onderweg even bloemen plukken. Even bloemen plukken. Nou ja, bloemen. Vooral paardenbloemen voor om de touw te maken van de stengels. Wacht even je plukje. Hé? Nog een plukje? Ja, even je plukje stengels. Kijk ze. Ja, leuk. Ik maak er een koord van. Dan moet het eerst drogen. En dan wordt het vochtig. En dan kan je het in elkaar draaien. Een koord heet dat, of een touwtje als het ware. En je doet het dan 2 keer 2. Dit is nu even een voorbeeld trouwens met uienblad. Mm-hmm. En dan sla je dat om elkaar heen. Kijk, ik zie een beetje hoe die in elkaar krult. En hoe ben je op dit idee gekomen? Ik heb het niet van mezelf, dat klopt. Nee, maar dat... Uit een boek. Nou, ik ben van oorsprong een weefster. Dus ik
ben eigenlijk altijd wel bezig met draden en draadjes. En ik heb een boek gevonden. En dat vond ik... En vond je heel interessant. Vond ik interessant, het materiaal wat je krijgt. Bescheiden. Nu is het afgelopen. Hartstikke fijn. Nou, zit ik even naar de groep. Dan zet je er maar bij. Flesjes tijd, hè? Ja, even een slokje drinken met deze heerlijke warmte. Ja, zeker. Zo, dan gaan we zo weer verder. Het is een prachtige dag. Goed zo. Ja, op naar de koffie. Heel goed. Ja. Ja, gezellig. Zet je pet op en je zonnebril even opzetten. Ja. Even houden zwaaien, flink zwaaien. Ja, tot de volgende keer. Ja, dag. Doei. Zo, klaar. Kleintje, bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Ben in de buurt, zolang het nog duurt. Kleintje, bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Noordzij, ik dank je voor een kleintje. En bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Ben in de buurt, zolang het nog duurt. Kleintje en bankjes, ey, jonkos en drankjes, ey, brood op de plankjes, ey. Noordzij, ik dank je voor het plein. Soldaten, ey, ik heb geen tijd om te klagen. Jij kijkt met angst in oog. Mijn bro, wij bijten geen haters. Wij bijten broodje merges. Jullie lopen over van stress. Maak die wakker met je oven en mes. Tas toe met je hoofd aan mens. Bilal heeft ook vega burgers. Dus kom met je kids naar buiten. Wij brengen je kip en kruiden. Op de grill kan je vissen ruiken. Noem dit geen vissen of vuiven. Kom niet met je lint, ik schuif je. Kom met je hart en ziel. Noordzijd, ik hou het real. Dat is de deal op pleintje. Bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Ben in de buurt, zolang het nog duurt. Kleintje, bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Noordzij, ik dank je voor een pleintje. En bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Ben in de buurt, zolang het nog duurt. Pleintje en bankjes, ey, jonkos en drankjes, ey, brood op de plankjes, ey. Noordzij, ik dank je voor een buurtfeestje. Wij verwelkomen kinderen en ouders. Breng brood, breng zuur, deze. Nieuwe buur begin je te verhouden. Doorgaan tot een uur of zeven. Wij zijn niet in te houden. Blijf hangen, wat het duurt nog even. Blijf hangen, wij vangen, vijf gangen. Linda brengt gemberthee. Mok brengt je worteltaart. Ijskoud, die is de beste. Ellen maakt je poppen waardig. Kijk, kinderen springen op kussens. Kom met mij en we springen ertussen. Kom met je hart en ziel. Noordzijd, ik hou het real op pleintje. Pleintje, bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes. Ben in de buurt, zolang het nog duurt. Pleintje, bankjes, jonkos, drankjes, brood op de plankjes.
Noordzij. Ik dank je voor het pleintje en bankjes, jonkos, drankjes, broodtoot, de plankjes. Ben in de buurt zolang het nog duurt, pleintje en bankjes, ey, jonkos en drankjes, ey, broodtoot, de plankjes, ey, Noordzij. Ik dank je voor het plein. Door de nierkanker ben ik een tijdje uit de relatie geweest. In Nederland is het zo geregeld als jij kleine zelfstandig ondernemer bent en je bent zzp'er en er zijn omzetwisselingen. Dan kan de bank zeggen van nou het risico is voor ons te groot en dan kunnen ze de hypotheek opeisen. En dat was ook zo in mijn geval. In 2010 was het dat eerste kabinet Rutte aan de macht komt. De slogan die Rutte gebruikte toen, in het begin al, tijdens de campagne, dat was we moeten snoeien om te kunnen groeien. Wij als student hebben daar ook het gevoel van moeten ondervinden. En van de regeling, ik studeer boete. Op een gegeven moment moest ik gewoon echt gaan geloven. Want er stond op de website, Galia Yondo, de studiepunten vervallen, 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 vervallen. Het is letterlijk een ramp geweest in mijn leven. Deze maatregelen hebben einde gemaakt aan een droom. Ja, ik dacht in een land als Nederland, vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid, kan ik een droom waarmaken. Maar opeens voelde ik mij totaal machteloos. Ja, hallo. Ik zie hier een mailtje dat wat wij willen is met een aantal amateurs samenwerken, maar we willen wel heel graag een professionele voorstelling maken. Hallo, 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 je krijgt het niet cadeau. Op een dag kwam Inna, de regisseuse, bij ons in het buurthuis lopen met haar idee om een theaterstuk te maken met bewoners uit de wijk. Vanuit mijn netwerk, het werk wat ik doe met de bewoners in de buurt, heb ik een aantal mensen enthousiast kunnen krijgen om mee te doen aan het stuk. Op een gegeven moment heb ik ook ruimtes beschikbaar gesteld zodat ze konden oefenen bij ons. En zijn ook onze modegroepen, onze hand- en naaiwerkgroepen betrokken geraakt als kostuumontwerpers van het stuk. Ik werd gebeld door Inna of ik mee wou doen aan een theatershow over wat mij is overkomen. Dat leek mij interessant, ook voor mensen die niet weten wat er allemaal speelt. Als je met deze groepen werkt en dan ga je met theater aan de slag, dus dan, ja, dan daag je mensen uit om te improviseren. Heel voorzichtig stimuleer je natuurlijk ook dat ze hun eigen verhaal vertellen. Dan komt er een energie los en ja, een creativiteit. Dat vond ik echt fantastisch. En ook een gretigheid van ja, we willen dit wel op het toneel zetten. Dit is belangrijk voor ons. We mogen. Toen ik scheidde, die tijd was ook moeilijk. Alleen maar uitkering en 2 kinderen. Maar mijn kinderen, die kleding, schoenen, alles van iemand, dat zijn kinderen groter worden en dat ik krijg kleding van hun. Want je hebt geen geld om de extra nieuwe kleding te kopen. Ik heb een burn-out, geen energie, eenzaam, dat ik alleen maar thuis. Op een dag dat ik naar de markt, naar de kringloop. Ah, ik wil kleding kijken.
En dan bij de kringloop hebben we een foto. Een theaterworkshop. Ik dacht, ah, misschien wel goed voor mij. Ik ga proberen. En dan toen die dag komt, ik twijfel ik. Ga ik of niet ga. Maar ik denk, ga maar proberen. Toen in Hongkong begon de corona. Ik moest snel terug. 1 week daarna overleed mijn moeder. En toen Nederland corona uitbrak, werd ik op straat toegesproken. De Chinezen hebben deze ziekte hier gebracht. En werden de Chinese mannen zelfs in elkaar geslagen. Een aantal jaren geleden ben ik vrijwilliger geworden bij de regenbooggroep. En daar werkte ik met een groep mensen die allemaal in de schuldsanering zaten. En die gaf ik een training, improviseren en presenteren. Hey, hoi. Hallo. Je zag ook dat ze ja, eigenlijk opbloeiden. Dingen met elkaar doen en op een zeker moment ging ze ook vertellen over wat ze hadden meegemaakt. En dat was best vaak heel heftig. Ik dacht van, nou, ik zou hier eigenlijk heel graag een voorstelling over willen maken. Toen kwam de corona en toen lag de hele boel op zijn gat, want toen kon ik ook geen workshops meer geven. Als je dus uit de schaduw komt en mensen kan vertellen wat, hoe het leven ervoor staat. Op dit moment ben ik daar te zwak voor, omdat ik weer in het ziekenhuis loop voor mijn prostaat. En daar ook weer behandeling waarschijnlijk voor ga krijgen op korte termijn weer. En daardoor spelen er gewoon heel veel dingen tegelijk dat iemand anders dat gaat overnemen. Wat bleek? De bank? Ina heeft toen gevraagd of ik zijn rol wou vervangen. Ik heb toen ja gezegd. Vond ik wel heel spannend om te doen. Voor mij was het ook een stap uit de schaduw. Toen de corona was afgelopen, ben ik onmiddellijk weer met die workshops gestart. Omdat ik dat ook ja, zelf ook hartstikke fijn vond om te doen. Ik merkte dat mensen zo enthousiast waren. Wat voor festival. Ja, Lissie, die festival zit elke jaar na in de zomer, in van zomer. Ik heb Ina leren kennen tijdens een vrouwenkoor waar ik in zit. En toen was zij dus ook de regisseuse. En toen vertelde ze dat ze mijn stem heel mooi vond. En dat ze die graag wilde gebruiken tijdens een theatershow waar ze mee bezig was. Ze wilde mij daar graag een rol in geven. Toen dacht ik, ja potverdorie, ik heb toch een mooi plan liggen. En er gebeurt niks mee, dat kan toch niet? Nou, dan maak ik er een kleinere opzet van, een kleiner project. Ik noem het dan een buurtvoorstelling. Speelt zich dan af in Amsterdam-Oost, met mensen van Amsterdam-Oost, door bewoners van Amsterdam-Oost. En dat is toen gelukt. Goedemiddag allemaal, welkom iedereen. Jullie zijn van harte welkom aan onze nieuwe programma. En wij gaan veel plezier beleven vandaag. Die tekst ook uitbreiden. Ja, ja. Dit is de basistekst. Ja. Mm-hmm. Maar je mag zeggen van nou, hier komt ons geweldige team aan. Ja, 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 ja. Of hier komt mijn fantastische collega Alice. Fantastisch. We hebben twee. Mi nombre es María del Carmen Hernández Rojas. Yo vengo de Ecuador. Ik kom naar Nederland voor liefde, omdat ik was getrouwd met een Nederlander. Ik ben nu inmiddels alleenstaande moeder van een zoontje. Zijn naam is Logan. Hij is 8 jaar en ik ben heel trots op hem. Voor mij als alleenstaande moeder is heel moeilijk als ik wil bijvoorbeeld mijn kind naar sport sturen of naar bijlezen voor ik wil muziek, theater of zoiets. Maar ja, dat kost veel geld. Mevrouw? Ja? Sorry, mag ik daar zitten graag?
Misschien daarachter zijn hier stoelen, mevrouw, maar mijn meisje is hier. Dat denk ik niet. Ik wil daar zitten. Maar ja, kom hier zitten. Hier, hier, stoel. Hier, alsjeblieft, mevrouw. Mevrouw, mijn kinderen zijn niet vies, hoor. Niet uw probleem. Ik heb niks met het. Ik heb altijd de droom gehad om actrice te worden. Ik voel me gewoon thuis om op de planken te staan en allerlei rollen te spelen. Mijn god, wat een bende hier allemaal. Wat is hier gebeurd? Jongen, wat een volk. Wat een volk. Ze kunnen dit gewoon normaal zitten. Ja, dank u wel. Er staat wel een prullenbak daar, hè, meneer? Ja, maar ik ben toch een beetje geweest, hè? Ik vind het een heel leuk, interessant productie. Dat Ine gebruik maakt van mensen die te maken hebben gekregen met bureaucratie. En niet zomaar bureaucratie. Want ik heb zelf enorm te maken gekregen met deze manier van werken, van aanvragen behandelen en beslissingen daarover nemen. Want ik heb letterlijk voor mijn studie, voor verblijfsvergunning, voor heel veel dingen heel veel problemen mee gekregen. Ik kan je gewoon een voorbeeld van noemen. Dan hoe wij bijvoorbeeld een zin moeten beter kunnen articuleren. Dus gaat voor alle woorden op. De overheid. Rijksoverheid. Dus je bent gewoon overdreven naar je gevoel bezig met deze spieren te gebruiken. En dan werkt het. Dan is het voor mijn gevoel ben ik dat de hele ochtend al. Maar... Ja, maar het voelt denk ik in het begin heel raar, omdat je het niet gewend bent. Maar uiteindelijk werkt het ontzettend goed en je bent opeens verstaanbaar. Nummer 68, loket 3. Nummer 4. Nummer 71, op herstel. Nummer 70. 69, loket 7. Goedemorgen. Oké, mevrouw, als je formulier 3 dat niet heeft meegenomen, moeten we dit gesprek helaas uitstellen. Ik kan uw handschrift niet zo goed lezen. Zou ik misschien nog een keer willen invullen, maar dan op de computer? Ik vind het enerverend. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb wel vaker toneel gespeeld, maar ik heb nog nooit samen met mensen uit Ecuador en China en Suriname in één toneelgroep gezeten. Wij kennen elkaar nu doordat we bij elkaar gekomen zijn. En we gaan elkaar denk ik ook wel vasthouden, want we vinden het veel te interessant om hiermee door te gaan. Voor mij is het heel goed dat ik al mijn sociaal leven nu beter. En dan door deze theater heel veel positieve energie gekregen. En zo elke keer zo blij dat ik elke keer weer lang dat ik naar die show. Ik vind dat Nederland dit echt mag vasthouden. Zodat iedereen een kans krijgt en niemand zich alleen voelt. En dat mensen gewoon blij en gelukkig worden en zich weer sterk voelen in onze Nederlandse maatschappij. In het begin gierden de zenuwen er ook nog wel door mijn lijf. Maar nu zo richting de première is dat vooral omgeslagen naar heel veel spelplezier. Dus ik kijk er enorm naar uit om volgende week vrijdag in de OBA te laten zien wat we gemaakt hebben. De zorg dat je niet faalt, de zorg en zorg dat je niet faalt. Leef in het hier, maak veel plezier. Leef in het hier, maak veel plezier. Zolang je het kunt en op tijd betaalt. Zolang je het kunt en op tijd betaalt. Leef in het hier, maak veel plezier. Ja, toch? Heel blij. Stoi listissima. Ik vind het zeker heel spannend, omdat het echt een groot maatschappelijk probleem is. Bureaucratie en armoede. En omdat zoveel mensen in de maatschappij daarmee te maken hebben. Er wordt wel eens wat over gezegd in het nieuws, in de krant. Maar eigenlijk nooit op deze manier. Nooit als een muziektheaterstuk. U heeft betalingsplicht. Vandaag vertel ik het verhaal van Maurits. Met de handigheid die hij had, knapte hij het een en het ander op en hij richtte het huis in met meubels die hij op straat vond. Ondertussen was hij in de schuldhulpsanering beland. En ondanks deze situatie, met torenhoge schuld, geen cent op zak, duurde het vanwege het papierwerk
nog precies 1 jaar voordat hij zich uiteindelijk mocht melden bij de voedselbank. De Rijksoverheid staat voor u klaar. Punt. Werken voor je brood. Doen. Werken voor je brood. Harder. Allemaal. Werken.